Deze week in de grote ADO-show. Achter de schermen bij de kerstwensen. Een lekker potje caravan knallen. En een wedstrijdje kijken met de Rijk. Dit is de grote ADO-show. Oh, oh, baby. Welkom bij de grote ADO-show. Vorige week vertelde ik het je al, ik zou meevliegen met een helikopter. We zouden een basejumper hier boven het stadion uitspringen. Klinkt heel spannend, maar ja, dan moet het natuurlijk geen slecht weer zijn. Dit is er wat er gebeurde. Vandaag ga ik naar ADO Den Haag met... Ik heb een pilotenbril op. Dus voor het geval dat het nodig is, kan ik zelf dat ding besturen. Wat een ding trouwens. Ik durf niet meer, ik ga naar huis. Het is een beetje een anticlimax, maar laaghangende bewolking maakt een einde aan deze actie en we hadden er zo'n zin in. Maar blijf de grote ADO-show in de gaten houden. Binnenkort doen we deze stunt echt over en goed ook. We gaan terug naar afgelopen zondag toen ADO thuis speelde tegen Ajax. De eindstand was niet echt best, want onze jongens verloren met 4-0. Een terugblik op deze wedstrijd. Ik had ook er veel meer van verwacht dan dat we nu hebben laten zien. We weten dat Ajax een goede ploeg is, dat hebben ze van de week laten zien tegen Barcelona. Ja, wij moeten met het mes tussen de tanden bewapend zijn om dit Ajax het moeilijk te maken. En ja, dat heb ik wel gemist vandaag. En bij vlagen wel, maar ook bij vlagen niet. En dat is dan niet goed genoeg om resultaat te halen tegen Ajax. Gewoon vanaf het begin af aan wouden we de toon zetten en dat is het eigenlijk niet van gekomen. En als je dan vroeg op achterstand komt, dan loop je in het feit het achteraan. Ja, het is gewoon een hele teleurstellende middag. Ik had er heel veel van verwacht vandaag en ik hoopte ook dat we de ploeg daarop voorbereid hadden. Maar we waren niet in staat om Ajax pijn te doen vandaag. Het is wel positief om dat te zeggen dat we kansen krijgen. Maar, want in de voorgaande wedstrijden creëerden we eigenlijk helemaal geen kansen, nu wel. Maar goed, we moeten gewoon ook eens zorgen dat wij op voorsprong komen in plaats van dat we achter de feiten aan gaan lopen. Moet hij er wel in gaan? Dan moet hij erin gaan. Ik denk dat we gewoon ook wel pech hebben. Zeker tegen Utrecht. Nu was het eigenlijk wel gewoon beter, maar ik denk dat we tegen Utrecht heel veel pech hebben gehad. Maar goed, dat moet ook een keer onze kant op komen. Na die 2-0 hebben wij voor de rust nog een paar kansen gehad. En na rust heb ik wel het gevoel van oké, als we 2-1 maken, dan kan het gewoon weer... helemaal omslaan, maar goed, er komt die 3-0 en dan was het klaar. Ja, laten we deze wedstrijd heel snel vergeten en weer ons richten op woensdag. Vorige week, Michiel Kramer had 8 keer nodig. Hij heeft wel een trofee gewonnen wat betreft het flink slopen van mijn caravan. Ik hoop dat het volgende is een beetje heel laat, want mijn volgende caravan knaller moet tegenwoordig de deur dicht plakken. Is Gianni Suifloon? Ben je er klaar voor? Wat denk je? Geen idee. Ik doe geen uitspraken van tevoren. Waarom niet? We kunnen je altijd tegenwerken. Wel slim. En je hebt, Michiel, heb je het er net zien doen? Wat vond je ervan? Niet best. Tommy en Rick en Tira die staan op de eerste plaats in 2 keer. Denk je dat het gaat lukken om hem in 1 keer erin te krijgen? Ik ga mijn best doen. Je krijgt de winnaar wel gewoon een caravan. Ik heb ineens het idee dat je toch niet zo je best gaat doen. Ben je niet gek op kamperen? Ik hou niet zo van kamperen. Heb je een grote tuin? Ik heb een appartement. Een balkon. Maar daar past er niet op. Daar past de caravan niet op, hè? Nee, prima. Hé, we gaan ervoor. Kom.
Ongelooflijk, ja. Even serieus. Nou ja, we zullen even kijken hoe die erbij ligt. Ik weet niet wat ik anders moet zeggen. Die vaas raken, maar het lukte net niet. Ja, dat is wel jammer dat je die vaas niet hebt geraakt. Maar je hebt het gewoon, het is je gelukt in één keer. Ja. Nou, ik zeg dag Tommy, dag Ricky, dag Tira. Ik heb geoefend stiekem. Serieus? Je hebt toch een caravan? Aangezien jij tot nu toe de winnaar bent, dat je dan alvast een beetje kennis maakt met je caravan. Wil je hem even van binnen zien? Ik ga precies naar binnen. Nee. Nou, laten we dat maar niet doen. Deze week moesten de ADO-spelers wat gezellige kerstwensen opnemen. De ADO-show keek mee achter de schermen. Action! Fijne feestdagen, gelukkig nieuwjaar. Test. Fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar. Fijne kerstdagen. En een gelukkig nieuwjaar. Geniet ervan. Niet kijken jongens, de andere kant kijken. Fijn nieuwjaar en een vrolijke kerstdagen. Een mazzel. Jij moet zeggen, we wensen jullie. Fijne feestdagen. En dan jij. Nee, fijne kerstdagen. Fijne kerstdagen. Ik zijn er gelukkig. Wij wensen jullie, namens ons. Ik deed het fout. Wij wensen jullie een fijne kerst en een gelukkig nieuwjaar. Proost. Proost. Ik wens alle supporters een gelukkig kerstfeest. Oh. Gelukkig. Proost. Proost. Moment. Dat. Bonne fête de Noël, que Dieu vous garde et Dieu vous protège à l'année 2014. Merci. Yes. Ik wens alle ADO supporters. Ja hoor, je mag. Wat moet ik zeggen dan? Yes. Fijne feestdagen en gelukkig nieuwjaar. Oké, yes. Hij doet weer bekend. Kom maar. Wacht even hoor, wat moet ik zeggen precies man? Gewoon fijne feestdagen wensen toch? Mensen, fijne feestdagen en de groeten van Tommy's Begelstijl. Masso. En ik hoop dat jullie in 2014 net zo steunen als in 2013. En dan vlug ik het nu wel. Helemaal goed. Klaar. Nou, simpel. Ja, maar ja, wat moet ik zeggen? Hey, wat met Tas? Eigenlijk gewoon gezellige dagen allemaal. En als het verkeerd gaat, mag je dan overnieuw? Ja, nee, ja. Ik kan overnieuw. Hey. Wat is dit? Dat is champagne. Aan alle ADO-fans, fijne feestdag. Aan alle ADO-fans, fijne feestdag. Proost. Ik vind dit hoort erom, man. Ja? Kom, doe even een rap dan. En houd TVWest goed in de gaten voor alle... Jongen, wat moest ik dan doen? Dat was hem. Echte kerstwensen van ADO Den Haag. Afgelopen woensdag was het weer heerlijk koud. Tijd voor een wedstrijd. Samen met Timothy de Rijk, oud-ADO-speler en nu actief bij FC Utrecht, ging ik samen deze pot bekijken. Nou, leek me leuk. Dus ik hoop dat we vandaag 3 punten mee naar huis kunnen nemen. Wat denk je? Het is best pittig. Ja, het is best pittig, maar ik denk zeker na zondag dat ze iets willen laten zien en dat het dan wel goed komt. Toen jij speelde, toen hebben jullie 2 keer gewonnen van Heerenveen. Ja, dat klopt, maar dat is al een tijdje geleden. Vorig seizoen. Ja, oké, maar laat ons zeggen dat ik van harte hoop dat ze winnen. Ja, laat het hopen. Nou, we gaan er in ieder geval een gezellige avond van maken. Ik heb er zin in, jou? Zeker, absoluut. Vind je het leuk met mij, wedstrijd kijken? Nou, het is een keer iets anders dan mijn vriendin, dus ja, we zullen het wel zien hoe leuk het wordt. Ik heb hier een leuke tijd gehad en de mensen zijn dat niet vergeten. Dat vind ik wel. Het is altijd leuk terugkomen natuurlijk. We geraken wel op het tweede, dus dat is geen probleem. We geraken wel op de tweede? Ja, dat is Belgisch, hè. Oh, gaat er nooit uit, hè? Nee. Ik versta er helemaal niks van, maar.
Durf je een voorspelling te doen? Ja hoor, ik denk 3-2. 3-2, dus het wordt een pittige wedstrijd. Met veel doelpunten, dus ze hebben een goede spits. Ik denk dat Mike ook beter vooraan kan spelen in de punt, zeg maar. Dus ik denk dat hij dat vandaag wel zou willen laten zien. Zullen we nou de hele tijd gaan opstaan? Met nummer 9, Mike van Duinen. Met nummer 10, Matthias Schert. Met nummer 11, Tino Schouwje. Eerste helft is bezig. Wat vind je van het spel tot nu toe? Er is op zich nog niet zo heel veel gebeurd. En dat, ik dacht dat ze heel sterk zouden beginnen. Maar ja, het is nog altijd 0-0 tegen een goed Heerenveen natuurlijk. Dus ik hoop dat de doelpunten snel zullen vallen. Je hebt best wel tussen clubs door gejojo'd bijna. Ja. Af en toe niet op je plek gezeten. Hoe is dat nu bij Utrecht? Nou ja, ik heb tot nu toe een hele leuke carrière gehad. En, eigenlijk bij de clubs weggegaan, zoals bij Feyenoord en bij PSV, om speelminuten te maken. En op die momenten kon ik wel bij hun gebleven zijn. Alleen dan zou ik veel minder spelen dan het jaar daarvoor. En dat wilde ik niet. Dus daarom heb ik een beetje meer van clubs gewisseld. Maar als ik in Den Haag ben, dan komt dat gevoel van vroeger toch altijd weer naar boven. Oh, goed verdedigd. Ja, ik loon naar een club zeg maar, waar ik het gevoel heb zeg maar, dat het gevoel gelijk goed zit. En, ADO eigenlijk dan? Ja. Toch? Ja. Nee, ja, ik wil gewoon zeg maar, een club hebben waar ik me goed bij voel, waar ik lekker kan spelen en dat ik gewoon mezelf kan zijn. En dan ben ik op mijn best natuurlijk. Jij hebt gezegd 3-2, dus er moet wat gaan gebeuren. Nee, volgens mij hebben ze het gehoord, dus ze zijn goed bezig. Kut. In de laatste minuten scoorde Heerenveen 1-1 en dus helaas geen overwinning voor ADO Den Haag. Laten we hopen dat ze zondag tegen Groningen knap winnen. In het Haagse atrium is sinds vorige week een serie unieke portretten te zien van ADO-spelers. De Grote ADO-show nam een kijkje bij de opening. Wij kennen elkaar al lang. In 1994 hebben we een portret gemaakt en dat hangt nog in Uno Momento d'ADO. Je had 10 prominente wilde je tekenen, dat is het geluk. Nou, namens de hele staf willen we je in ieder geval bedanken dat je iedere keer weer de moeite neemt om alle portretten, hè, want wij doen het dan samen al sinds 2001. Dus bij deze open hem van harte. Heel veel succes en ik hoop dat je nog lange jaren bij ADO blijft tekenen en ik hoop dat ik daar deel van uit mag maken. Dankjewel. We zijn hier al meer dan een jaar mee bezig, want als je nu iets in het atrium wil organiseren, het zit steeds vol. En waarom doe ik dit? Eigenlijk natuurlijk omdat in het stadion hangen er 300. Die zijn vrijwel niet te zien voor de mensen, alleen tijdens een rondleiding of als je op een andere manier bij betrokken bent. Dus ik dacht, het wordt tijd dat het grote publiek eens kennis maakt met de portretjes. Ik heb een drukkerij, voor wie ons niet kent. En wij maken dus voetbalplaatjes, visitekaartjes, maar ook reclameborden. De voetbalplaatjes bij iedere wedstrijd, die worden iedere wedstrijd 15.000 van verspreid. Ondertussen zijn er natuurlijk al heel wat die we hebben kunnen gebruiken voor deze expositie. En wat was voor jou de reden om hier ook als sponsor aan deel te nemen? Allereerst natuurlijk gewoon een leuk project. Ik heb nog nooit zoiets gedaan, zoiets groots. Daarnaast vind ik het gewoon heel leuk om iets voor ADO te doen. Maurice Stijn, ik denk niet dat er veel trainers zijn die in het stadhuis van Den Haag geëxposeerd hangen. Figuurlijk dan, hè? Nee. Nou ja, goed, Lex staat er ook bij als oud-trainer. Maar het is wel heel bijzonder als je hier binnenkomt midden in het atrium. Dat je hier tussen hangt tussen heel veel spelers, maar ook een paar trainers. Dat is heel mooi. Ja, dan denk ik voor jou zelf persoonlijk. Hè, je bent nog helemaal vol in de bloei van het trainerschap. Maar je hebt het toch voor elkaar dat je hier hangt. Zegt jou dat iets als toch ook Hagenaar? Ja, dat is hartstikke leuk, want nogmaals, het is niet iedereen die ze portretteren. Dus of spelers die goed voor de club zijn geweest, maar toch ook trainers die er steentje bijdragen of bij hebben gedragen. Dus ik vind het wel bijzonder dat ik daarbij sta.
Het Zuiderpark is er bijna niet meer. Een icoon gaat verloren. Maar onze eigen Alberto blikt elke keer weer terug op die mooie periode. En dit keer met Cor Lems. Formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Nou, Cor, maat, ja, onwijs tof dat je komt. Wat heb je een link t-shirt dan, 010? Ja, ik ben er geboren en je moet je afkomst niet verloochenen, dus... Heel veel supporters, Cor, die... We staan al bij het Zuiderpark, je weet, alles gaat weg. Die zien jou als een Hagenees. Ja, dat denken heel veel mensen, maar ik ben een Rotterdammer, maar met geel-groen bloed. Ja, want begrijp jij Midden-Noord dat jij van hun een icoon bent? Nou, ik begrijp, het is ontstaan in de jaren 80. En ja, ik ben er wel blij mee met die status. Nou, dit is een van de laatste maand dat hij er staat, het gebouw. Gaan we even binnenkijken. Kijken of je nog wat herkent. Is goed. Oké, okay. Gaan we. Wat voel je nou als je binnenkomt in zo'n kleedkamer? Voel je nog wat? Nou, doe je toch wel wat. Het is natuurlijk doodzonde dat het allemaal weggaat. Maar ja, je houdt het niet tegen, die vernieuwing van de stadions en zo. Het moet, hè? Als je terugkijkt naar die tijd, wat is je leukste tijd geweest? Leukste tijd? Ja, ik moet zeggen dan 7,5 jaar. Dat, ja, dit is gewoon één leuke tijd geweest, 7,5 jaar lang. Hè, je hebt collega's, ze noemen het collega's, maar wij waren toch echt meer een vriendenploeg. Ja. En ja, ik heb het gewoon ontzettend naar mijn zin gehad. Hou hier, bovenop. Ja, die knietje, dat is, hè? Die moeten we even los gaan maken. Dus hier, op zo'n bankje, daar heb je ook wel wat keertjes gelegen, maat. Ja, zeker de eerste 2 jaar bij FC Den Haag heb ik op die bank gelegen. Ik ben natuurlijk 2 jaar geblesseerd geweest. En ja, ik heb veel uurtjes op die bank gelegen, ja. Als ik terugdenk aan Cor Lems, dan denk ik altijd afgezakte sokjes. Liever geen scheendekkers aan, want je bent ook wel eens van het veld gestuurd omdat je scheendekkers aan moest gaan doen, klopt dat? In het begin dat ik hier speelde was het nog niet verplicht, maar na een paar jaar was het verplicht en ben ik inderdaad wel eens naar binnen gestuurd omdat ik ze niet om had. Je bent helemaal gemasseerd. Gaan we nog even het veld op? Ik ben er klaar voor. Hoppa! Yo! Is a criminal, all is innocent. Nee, er staat nog maar weinig. Ik kan zeggen een tribune, maar het is meer een halve tribune. Ja, dak is eraf. Ja. Strafgewaaid een paar jaar geleden. Nee. Ja, de laatste platen. Toen er gingen platen uit en toen hebben ze hem helemaal weggehaald uit veiligheid. So if you meet me, have some courtesy, have some sympathy and some taste. We zijn een stuk wijzer geworden. Ik heb weer een hoop dingen van je gehoord. En het gaat je goed als trainer. Dankjewel. Kom je nog een keertje hier trainen? Ze weten me... Te vinden. Ze weten mijn telefoonnummer, ze weten waar ik woon. Ja. Dus, kom goed. Ik zit nog steeds te wachten, al jarenlang. Oh, nou dan ga ik daarover babbelen. Nou, dit was het tweede deel van afscheid van het Zuiderpark. Ik ben bijzonder blij dat Cor bij me was. En ik zeg, laters. Natuurlijk hopen we dat onze jongens dit weekend weer gaan scoren. Zondag moeten ze namelijk uit tegen Groningen. Als je er naartoe gaat, heel erg veel plezier en blijf ze natuurlijk supporten, hè? Wat betreft de grote Adler-show, volgende week zijn we er weer. Zelfde tijdstip, zelfde zender, je eigen TV West natuurlijk. Tot dan, ciao!